Ophef in Utrecht. Een Roma-Zigeunerfamilie met een indrukwekkend cv van incidenten, lawaai, vandalisme, criminaliteit, dronkenschap, huurachterstand en intimidatie kreeg van Partij van de Arbeid burgemeester Aleid Wolfsen een riante villa aangeboden. Jan Roos ging op bezoek. Hallo, mag politie alsjeblieft? Ja, politie graag. Ja, weg hier, Utrecht de Meren. Dan moet je met die camera. Ja, dankjewel. Meteen weg, opgekankerd hier. Weg, opgekankerd hier, allebei. Nu, weg. Maar dit is een openbare straat. Rijksstraat, weg nummer 6. Maar dit is een openbare weg. Ik voel me heel erg lastig gevallen, want elke keer komt een nieuwe auto en ze blijven maar komen. Van de openbare weg. Weg, we hoeven geen foto's van ons huis, ga maar weg. Het loopt hier uit de hand, meneer, dus je kan komen, politie, alsjeblieft. Ik ken test te maken en ik ben hier uit de hand. Ik bedoel nog helemaal niks. Oprotten, zei ik. Ik moet de auto stappen, want ik zou je namelijk helemaal kanker. Dat loopt hier uit de hand. Oprotten. Dat is deze nummer waar ik van bel. Oprotten. En die camera uithouden. Ja, Jan, een beetje dom. Je had natuurlijk appeltaart voor die mensen mee moeten nemen, want die zijn een beetje luxe, zijn ze wel gewend. Nou ja, het was misschien niet zo slim, maar vanmorgen stonden ze in de Telegraaf dat ze deze luxe villa hebben gekregen van Aleid Wolfsen, de burgemeester. Dus ik dacht, ik ga even kijken hoe ze wonen. En toen kon heel de wereld waren niet met je echt welkom, maar de mensen die het wel hebben gezien waren de mensen van RTV Utrecht. Die lagen aan de andere kant van de sloot in de bosjes te kijken hoe wij met de dood bedreigd werden door deze jonge dame. We hebben het allemaal kunnen zien op internet al, via Geen Stijl, via RTV Utrecht. Jullie waren opeens wereldnieuws. Sta je dan met je radiohoofd? Wereldberoemd. En dit keer geen zigeuner met een traan, maar met een bezem. Ja. Eén vandaag is ook nog langs geweest. Hun camera is in de sloot gegooid door de gezellige familie. Ze hebben op hun internetsite gezet. Wij gaan niet meedoen, want het is ons te gevaarlijk. En daar doen wij als Poont dan ook weer niet aan mee, want wij laten ons niet intimideren door dit soort figuren. Ben je gek, hier raken we toch niet van de kaart van. Oké, nog even over die familie terugkomend. Daar is al eerder een akkefietje mee geweest, 10 jaar geleden geloof ik. Nou, er zijn alleen maar akkefietjes. Ze zijn in 78 het land ingekomen, 1 reeks ellende. In 2000 heeft de gemeente Driebergen ze 600.000 gulden gegeven om op te zouten. Laten we daar even naar kijken. Dat kan niet meer salam en zo! Waar zijn jullie? Dat is die Hitler! Zijn we een probleem? Wij waren een probleem, Sarkado. Welke probleem? Welke? Van die bergenmeester, Roel. Waarom ga ik geen geld? Welke geld? Hij weet het niet meer. Geld in Nederland. Ja, 600.000 euro had ze in ieder geval al wat gulden. Jurk. Oh, gulden, mijn excuus. Maar dat zijn nog steeds 266.000 euro, Dominique. Ongelooflijk. Volgens mij zijn we het een keer eens, hè, met het CDA. Nou ja, ik sprak gisteren Wim van den Kamp. En die had wel oren naar goede maatregelen tegen dit soort families. Maar ze gaan toch wel in het algemeen eruit? Nee. Ze worden met hele groepen eruit gezet, toch? Nee. Het gaat allemaal per individu. Bij iedereen wordt gekeken van... Wij doen het handiger dan Frankrijk. Ik denk dat wij het fatsoenlijker doen. Fatsoenlijk smijten we ze eruit. Nee. Maar... Ja, ik vind het mooi, hoor. Ja, u vindt alles mooi, maar... wat ik u zeg, mensen die hier in Nederland zich niet aan onze spelregels houden... Ja, het spijt me, die hebben hier niks te zoeken.